vuurwerk wordt er gevlacht, Gel. En we zijn welkom bij deze aflevering van Biking met Bastian Bossi. Dit is one voor de boekjes, want dit is een jubileum, hè. Want het eerste bikepack avontuurtje was met jou en Keuper 3 jaar geleden. Dus that's where it all started, this whole shebang en dingetje. Dus ga vandaag op fietsje naar Velp. Ik weet niet of we Velp helemaal halen, want Keuper die gaat dus vanuit Den Haag. We doen een zogenaamde, hoe noemde dat, een flesje? Ja, weet ik niet. In ieder geval, hij vertrekt uit Den Haag, wij vertrekken uit Hengelo, Almelo. En dan vanavond gaan we overnachten in Loenen. Nou, in een kopje koffie en dan gaat hij. Pak maar de paling in. Pak maar de paling in, goed. Tijd voor een kleine lunch. Gemiste kans, ik had natuurlijk in 12 uurtje moeten laten zien wat je er stond, maar geloof mij, het was heerlijk. En we hebben ook nog een ongeluk gezien, want er kwam daar een boot met een radar vast tegen de brug aan. Dat was een duur grappie. Nou, ook een beetje van mij gehad. Stap weer op de fiets en weer door. Braderieën. Op de braderie. We gaan nu eindelijk de Veluwe. Je kunt mee op de USB allemaal, half ampère en 2 volt. Dat is echt vet dat het er gewoon standaard op zit. Ja, hè? Go, go, Memo Rangers! Is dat? Oh, lekker. Oké, squad, we move? Squad, we move. Eigenlijk nog 1,1 kilometer verder, jongens, want ik heb 98,9. Ja, jongens, kijk, op de fiets halen ze mee in, maar op de camping ga ik ze hard voorbij hier. Alles daar al, boom. Heerlijk. Nou, jongens, laat maar eens even zien hoe jullie dat doen, hè.
30 gram. Ja, dat is wel lekker weer, dat is wel belangrijk. Ja. Manchara. Nou, ik voel me wel alsof ik gezwolpen heb. Wat zeg je? Ik voel me wel alsof ik gigantisch gezwolpen heb. Ja? Ja. Body battery 20. Kijk niet. Ik ben wel uitgerust, maar of ik nou echt goed geslapen heb, nee. Het is nog maar zo. Yo. Yo. Die koffie staat de prison lekker. Ja jongens, ik wil niet zingen, maar hey. Wat duurt dat lang met jullie? Oh. Ah, oké jongens. Go, go, Memo Rangers. Oké, al toch niet memos? Ja, ja, ja. Middle East man in Lycra. Memo Rangers. Het leek wel leuk als je dat zeggen zo. Als je dat zo sprong zo. En nee, ik zo. Ja. Zo, maar met een verkeerd van ja. Nou, ik fiets de hele dag uit de wind, dacht ik toch? Nee, je hebt de route toch? Oh ja. Wat? Ik fiets de hele dag uit de wind, hè? Zo, nou jongens, de eerste derde zit erop, hè? Ja. Nog 60%. Ja, je hebt al besloten dat je niet naar Almelo bent. Ik heb al besloten dat ik niet naar Almelo bent, ja. Ja, dat was mijn vrij snel duidelijk. Een 10 kilometer, oh ja. Is wel goed zo. Lekker een beetje carbs, joh. Dat was net ontdooid voor mij. Ja.
check weg. Ja, joh, ik heb een zwaar belaan, hè. Ja, hij vist hem in Almelo. Nou, de Green Divide stukje zit erop, maar hij vist nog een laatste stukje neus, 92 kilometer. Oh, dat was Justin er maar. Die wou wel gewoon in de trein nu, denk ik. Doe maar. Moraal is laag. 106 kilometer op het tellen. Dus ik kan maar één ding doen, is hem een dikke bak patat mee eten. En de bandplak. En de bandplak. Ja. Daar knal ik van op. In mijn touropnames, hè, zo. Ga je splitten hier, of niet? Ga je splitten, of niet? Ja, jij... Ik vis die kant op. Je vis lang naar huis, of niet? Ja, ja, net is hier ongeveer, ja. Goed, dat was. Ik ga weer doorrijden, dan. Kom aan, ja, zelf. Zeker. Ja, ja, zeker. Ik maak er een mooi vlogje van, hè? Ja, ja, precies. Hier? Oké. Zo. En dan zijn we weer aangekomen aan het einde. Nou, 164 kilometer. Waarvan 92 onverhard over de Veluwe. Ik ben hartstikke kapot. Maar dat was wel een hartstikke leuk weekend, jongens. Bedankt voor de gezelligheid en tot de volgende keer. Groetjes!